Max Verstappen heeft in Abu Dhabi zijn 19e seizoenszege gepakt. En daarmee toch wel eens een handtekening onder dit seizoen gezet. Ja, Ronald, we kunnen geruststellen dat het seizoen in stijl is afgesloten. Zo, ja, absoluut. Wederom een dominante overwinning natuurlijk van Max. Moest eigenlijk alleen in ronde 1 even 2 keer verdedigen, hè? Meteen bij bocht 1, maar vooral bij bocht 6. Waarover Verstappen zei van ja, ik had niet verwacht dat Charles daar aan de binnenkant zou duiken. Maar goed, dan zie je ook wel weer Max Verstappen, die gewoon later remde. Ik had eigenlijk ook wel een beetje de indruk dat Leclerc daar meer had kunnen doen, dat hij hem had kunnen laten staan. Maar goed, Verstappen zei terecht, hè, van Leclerc moest ook denken aan het gevecht om P2 bij de constructeurs. En dat wist Max, en daardoor kon Max ook ietsje meer risico nemen. Nou, daarna kon hij domineren. Waarbij wel moet worden aangetekend dat hij in de eerste stint op mediums nog niet ver weg liep. En daar ging het ook in de persconferentie over. Omdat Verstappen zei van dat klopt. En ik heb het met de kennis van nu een klein beetje te rustig aangedaan. Ik had misschien wel wat meer kunnen pushen. Alleen dat heb ik niet gedaan door wat wij gisteren al bespraken. Namelijk het gebrek aan longruns. Dus Max zei ja, ik wilde liever ietsje te voorzichtig rijden. Dan dat ik de banden aan gort zou rijden. Nou ja, uiteindelijk in de tweede en derde stint, hè, op de harde banden, zei Max, voelde het gewoon normaler, voelde het beter. Er waren andere compounds, maar dat was eigenlijk in Las Vegas ook al het geval. Nou, daarop stond er weer geen enkele maat op Max Verstappen. Overwinning nummer 19. Als ik mijn rekenwerk goed heb gedaan, is het winstpercentage van dit jaar 86,36. En natuurlijk, die mag ook op de laatste zondag niet ontbreken, sprak ik daar nog eventjes over met Helmut Marko in de paddock. En Helmut zei, die records die Max heeft neergezet dit jaar, die worden niet meer verbroken. Dat zijn eigenlijk records voor de eeuwigheid. Max zelf was daar donderdag nog niet zo van overtuigd. Hij zei, ja, qua winstpercentage misschien. Maar qua aantal overwinningen weet ik het niet. Want als we in 2030 ook 30 Grand Prix krijgen, Max zei er meteen bij, dan ben ik er niet meer. Maar dan weet je niet of het nog verbroken kan worden of niet. Helmut was daar wel redelijk van overtuigd. Maar niet zo overtuigd dat hij een weddenschap aanging, want daar is hij eerst wel eventjes van genezen. Nou, dus dat lesje heeft hij voorlopig wel even geleerd. Achter Verstappen was het eigenlijk Perez die, nou ja, ook wel weer zijn dag meemaakte. Maar er was natuurlijk ook weer wat genoeg te doen over de boordradio van Verstappen. Waarbij hij misschien wel even het deed lijken alsof hij Perez hielp. Klopt dat ook een beetje? Ja, dat was een interessant moment, omdat iedereen dat ook in het mediacentrum dacht. Hè? Want Verstappen zei, als jullie willen, mogen jullie Checo gerust eerder naar binnen halen dan mijzelf. Nou, iedereen dacht, daarmee helpt die Checo, want normaal krijgt de leidende auto krijgt dat voordeel. Maar Perez was natuurlijk in gevecht voor de podiumplekken. En dus dacht iedereen, nou, Max steekt hem de helpende hand toe. Maar Verstappen gaf zelf in de persconferentie het echte verhaal. En die zei van, nou, dat was het eigenlijk niet. Ik wilde gewoon 1000 ronden aan de leiding rijden dit Formule 1 seizoen. En daarvoor wilde ik steeds zo laat mogelijk naar binnen. Max en Red Bull hebben dit vooraf al besproken. Verstappen zijn namelijk met de engineering en ook met de strategie hebben wij gezeten. En hebben gezegd, wij moeten wachten tot die anderen naar binnen gaan. Dan is er namelijk een buffer achter mij. En dan kan ik van de leiding naar de leiding. En dat zat ook achter het Checo-bericht. Omdat als Max eerder naar binnen was gehaald, dan had Perez een rondje aan de leiding gelegen. En had Max dat rondje niet gehad. En dat was voor Verstappen niet helemaal de bedoeling. En dus wilde hij liever eerst Checo naar binnen. Dat die buffer er weer was. En dat Verstappen daarna van de leiding naar de leiding kon. Nou, dat lukte. Het doel van 1000 ronden aan de leiding is ook behaald. Ik heb het exacte getal nog even opgezocht. En dat is 1003 ronden aan de leiding. Ook typisch Max, hè, want die wist dan in zijn hoofd al dat het zo close was. Hij zegt altijd, ja, records ben ik niet meer bezig. Maar hij kent al die cijfers. En dus wilde hij ook iedere ronde echt meepakken. Nou ja, Christian Horner kon daar in de Red Bull Hospitality heel erg om lachen. Wat Horner zei, Max heeft vandaag ook meteen de strategie voor beide auto's gedaan. Alleen zei hij, moeten we voor de toekomst wel even naar kijken. Want Max als strateeg is een heel stuk duurder dan bijvoorbeeld Hanna Schmitz. Dus ik weet niet of dat de way forward is. Maar ze konden er wel smakelijk om lachen met elkaar. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn voor Red Bull, want dan hebben ze Verstappen in een dubbelfunctie. Tijdens en na de race was er veel te doen ook over wat er in de pits gebeurde. Daar hadden we natuurlijk het verhaal dat er in één keer een waslijst aan coureurs onderzocht werden. Ja, wat gebeurde daar nou precies? Want volgens mij is dat niet helemaal duidelijk voor de mensen thuis. Nee,
Ja, het was ook eerst een beetje schimmig. Hè. Max was ook een van de coureurs die dan nog onder de loep zou worden genomen. Maar de FIA stuurde ons meteen een WhatsAppje. En die zeiden van ja, het gaat om oogbescherming. Dus of de mensen in de pitstraat, de monteurs tijdens de pitstops, wel of geen oogbescherming hadden. Nou, een enorme waslijst, hè, je zei het al. En daarna hebben ze dat ook proberen te bestuderen, maar dat is geen succes geworden. Want wat is het geval? Het is ook een beetje Piet Luther. Het gaat er namelijk om met de helm, als het vizier open is, of er dan nog wel of geen bril onder zat. Dus wel of geen oogbescherming. Nou, de FIA heeft naar die beelden zitten kijken. Maar zei, ja, we konden het ook niet zien. Als het vizier open was, konden we niet zien of er wel of geen bril onder zat. Dus uiteindelijk hebben ze maar geen actie ondernomen, geen straffen. En hebben ze alleen in het document richting teams gezegd. Wij willen graag dat jullie iedereen op het hart drukken, alle monteurs, om wel aan die oogbescherming te denken, omdat dat gewoon een veiligheidskwestie is. Om het verhaal na afloop en qua summons en qua stewards helemaal compleet te maken, ook nog aandacht voor Sergio Perez. Die moest zich melden vanwege taalgebruik over de boordradio. Uiteindelijk ook met een sisser afgelopen, met een formele waarschuwing om precies te zijn. Maar Checo, dat ging over het moment met Lando Norris natuurlijk, die was heel ontevreden over zijn straf. Helmut Marko vond hem ook niet helemaal terecht. Maar ja, ik moet wel zeggen, er zaten ongeveer 386 autobreedtes tussen de auto van Perez en de Apex. Dus voor die straf viel echt wel wat te zeggen. Maar Checo zei, nee, dat is niet zo. De stewards zijn het hele jaar al slecht. En dit is echt een joke. Het is echt een grap. Nou, de FIA heeft nog gekeken of dat dan de FIA in diskrediet brengt, de ja of de nee. Maar uiteindelijk in ieder geval geen tijdstraffen. De uitslag is niet op de schop gegaan en laten we daar met z'n allen toch maar blij mee zijn bij de afsluitende race van dit jaar. Een team waar ze ook heel blij zijn is Mercedes. Die is met de tweede plek in het constructeurkampioenschap aan de haal gegaan. Terwijl Charles Leclerc eigenlijk alle zeilen nog bijzette om dat toch wel de kans van Ferrari op te laten vallen. Hoe kijken eigenlijk deze twee teams terug naar wat er vandaag allemaal gebeurd is? Ja, laat ik benadrukken. Het gaat eerst natuurlijk om veel geld, hè. Wat we een beetje doorkregen aan signalen zou omgerekend zo'n 9 miljoen zijn aan prijzengeld. Staat tegenover dat je wel minder windtunneltijd krijgt, hè, dus minder ontwikkelingsmogelijkheden. Maar goed, Mercedes was er alsnog wel blij mee. Waarbij Russell in de persconferentie eerlijk zei, Lady Luck heeft vandaag een handje geholpen. Oftewel, die tijdstraf van Sergio Perez heeft mij een beetje gered. Maar zei Russell, dat mag ook wel, want het heeft dit jaar ook heel erg tegengezeten. Hij gaf ook aan, en daar was ik wel een beetje verbaasd over, dat het nog maar zijn tweede podiumplek was. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Dan de andere kant van de medaille, Ferrari. Je zei het al, Leclerc heeft alles gedaan. Verdient wel een compliment voor hoe hij achter het stuur meegedacht heeft. Hij liet zelf ook weten, hè, vanaf dat ik hoorde dat Checo die tijdstraf had, heb ik alles geprobeerd qua denken, wat zijn de opties, wat kan ik nog doen. Nou ja, hij wilde Checo de slipstream geven, Checo voorbij laten. Toen dacht Russell, nou ben ik de pineut, want nu gaat hij mij ophouden. Zover kwam het niet. En daarvoor had Russell nog wel lovende woorden. Hij zei wel respect voor Charles dat hij het clean heeft gehouden. Dus ja, aan het eind van de rit, het was close. Het was een leuk gevecht, denk ik. Dat maakte de slotfase ook wel beklijvend. Alleen Mercedes kan dat extra geld op de bankrekening verwachten. Ferrari kan de extra windtunneltijd benutten richting volgend jaar. Of toch nog even, ook even over Ferrari hebben, want daar zat ook nog Carlos Sainz in het spel ergens mee te doen, maar echt een rol had hij vandaag niet. En het leek op het eerste gezicht toch wel weer de zoveelste tactische blunder van Ferrari. Ja, ik vind die strategie vond ik heel merkwaardig inderdaad. Kijk, na afloop had Vasseur er geen enkel probleem mee. Vasseur zei, ja, we waren gewoon te langzaam. En dus moesten we iets geks proberen en hopen op een safety car. Maar ik vind het heel vreemd eigenlijk. Want ja, weet je, nu als je hard doet, wat ze nu gedaan hebben, dan zet je je tactisch gewoon schaakmat. Omdat je dan reglementair de race natuurlijk niet uit kunt rijden. Terwijl als je hard medium doet of medium hard, dan verschaf je jezelf opties. Als er een safety car komt, kan je alsnog naar binnen. Als hij laat komt, kan je bijvoorbeeld alsnog een setje soft pakken. Maar als er geen safety car komt, zoals nu, dan kan je hem in ieder geval uitrijden en heb je aan het reglement voldaan. Dus ondanks dat ze de snelheid niet hadden met Sainz, want daar had Vasseur wel gelijk in, blijf ik het een hele merkwaardige aanpak vinden van Ferrari. En hoe leuk het gevecht eigenlijk ook was, het ging slechts om P2. En de winter is natuurlijk het moment dat er een gat gedicht kan worden, ook richting Red Bull. Ja, het lijkt onbegonnen werk, maar zijn de teams daar in de paddock wel wat optimistischer over, of denken zij hetzelfde?
Nou ja, dat zullen ze nooit hardop zeggen, maar toch wel wat realiteitszin hoor, vooral bij Mercedes. Toto Wolff deed na afloop ook zijn mediapraatje en die zei letterlijk, we've got a Mount Everest to climb. Dus niet zomaar een berg, maar ook nog de Mount Everest. Nou ja, hij zei er ook nog bij van ja, het is against the odds, hè, dus tegen alle verwachtingen in dat Red Bull überhaupt nog achterhaald wordt voordat het nieuwe reglement van kracht is, dus voor 2026. Ook Lewis Hamilton zei iets soortgelijks, maar dan al voor de race. Lewis zei namelijk, ja, Red Bull heeft een half jaar die auto niet meer doorontwikkeld. Dat is overdreven, want dat laatste pakket kwam in Singapore. Dat is geen half jaar geleden. Maar goed, hij zei een beetje gechargeerd, ze hebben die auto heel lang niet ontwikkeld. En nog, dan domineert Max en regeert hij met ijzeren hand. Dus dat laat wel zien dat er extreem veel moet gebeuren. En dat klopt natuurlijk ook, want ik had ook nog een klein babbeltje dus met Helmut. Ik zei, ja, wie vrezen jullie nou het meest? Is dat misschien McLaren, hè, door de hele doorontwikkeling? En Helmut zei ook, ja, ik weet het zelf ook niet, want iedereen is zo wisselvallig, zo inconsistent, dat heel erg afwachten blijkt. Dus ja, we kunnen nu al bijna wel zeggen dat wat er ook nog gaat gebeuren, Red Bull wel weer de favoriet is voor als het in Bahrein losbarst. Maar goed, dat duurt nog eventjes. Iemand die we zeker niet gaan zien in Bahrein, althans niet in de rol dat hij nu heeft bekleed dit weekend, is Frans Toost. Die gaat afscheid nemen als teambaas van AlphaTauri. Ja, ik denk dat de F1-update aan het einde van het seizoen, op het moment dat hij afscheid neemt, niet een F1-update is, als we daar ook nog even stil bij staan. Nee, dat moet absoluut. Dat deed de Formule 1 ook netjes. Ik liep dan ook op de grid voor de race. Daar kwam werkelijk iedereen Frans Toost nog even een handje schudden. Daar lag ook de helm van Yuki Tsunoda, die ik nog even van dichtbij heb bekeken. Toch ook prachtig, een helmdesign met Yuki en Frans samen. Nou ja, ook nog mooie woorden, die kwamen al op donderdag van Max Verstappen. Die vroeg ik namelijk zelf ook naar Frans Toost. En hij zei van ja, Frans is heel belangrijk ook in mijn carrière geweest. Hè. Helmut heeft mij daar neergezet. Maar Frans was echt als teambaas heel erg hands-on. Het hielp ook dat hij zelf een echte racer is, hè, in de begeleiding van jonge talenten. En zei die ook richting de engineers, want Frans leunt niet achterover, ook in de debriefs niet. Zit er heel kort bovenop en in dat opzicht gaat hij echt wel gemist worden. Want het afscheid van Frans is definitief. Afsluitend is het afscheid van ons natuurlijk niet definitief. Maar goed, het is wel de laatste reguliere F1-update van dit seizoen. Niet getreurd, want dinsdag komen we nog weer terug met een speciale uitzending bij de bandentest, ook hier in Abu Dhabi. Maar goed, de laatste reguliere uitzending wil ik wel aangrijpen om ten eerste Gijs en al andere presentatoren bedanken. Hè, want jullie doen niet alleen de presentatie, maar ook de editing. Dus het monteren, het uploaden, alles. Dus ook vanuit Abu Dhabi een dankwoordje daarvoor. En natuurlijk vooral voor de kijkers. De mensen die weer het hele jaar traditiegetrouw hebben gekeken. Waar de updates ter wereld ook maar zijn opgenomen. Dus ook daarvoor hartelijk dank. En natuurlijk heel graag tot volgend jaar als we gewoon weer doorgaan. Ik denk dat als ik nu zeg dat ik jou bedank, dat ik namens ongeveer 20.000 YouTube-abonnees en ook nog een heleboel websitebezoekers ook spreek. Dus Ronald, ook vanuit hier bedankt voor jouw diepgaande analyses het hele jaar door. We zien je, zoals je net zei, dinsdag in ieder geval alweer. En wij zijn natuurlijk de hele winter door niet stil gaan zitten, maar we komen ook met weer gewoon weer een heleboel leuke nieuwe video's. Dus abonneer zeker nog even, druk op het belletje. En dan zien we jullie graag de volgende keer. En dus dinsdag is de volgende keer al. Tot dan.